We zijn bij de laatste verkoopdagen van de rommelmarkt van de Nederlandse Hervormde Kerk in Portugal. En de man die daar al heel erg lang bij betrokken is, is Cor Vermoen en die staat hier bij me. Meneer Vermoen, hoe lang bent u al betrokken bij de rommelmarkt? Plus minus 34 jaar. Dat is een hele tijd. Dacht ik wel. En dan zijn het vandaag en morgen de laatste verkoopdagen. Inderdaad, wat me zeer veel leed doet. Ja, want het is een leven eigenlijk, hè? Dacht ik wel. Ja. Is wel geworden. Ja. Als ik hier zo rondkijk, zijn er heel veel mensen. Ik moet er wel even bij vermelden. Ik ben natuurlijk niet alleen. We werken met een ploeg vrijwillige mensen die altijd klaar zijn. Hoe groot is die ploeg? Plus minus 15 tot 20 man. Dus dagelijks eigenlijk ter beschikking. Wat is nou de reden dat u ermee moet stoppen? De reden dat we ermee moeten stoppen is dat we deze locatie op moeten leveren. We hadden een contract van 5 jaar, wat is afgelopen. Ja, want we zitten hier op het Delta ziekenhuis. En wordt niet verlengd. We zitten hier op het Delta ziekenhuis en daar wordt nieuwbouw gepleegd binnenkort. Hier zou nieuwbouw gepleegd worden. Dus ik weet niet of het werkelijk plaats gaat vinden. Andere plekken is niet mogelijk? We hebben hemel en aarde haast bewogen om een nieuwe locatie te krijgen, maar nergens een plaats beschikbaar om deze loods weer neer te zetten of op een andere locatie te beginnen. Dit is voor ons uiterst triest. Ja, ik kan me dat zo voorstellen. En wat gaat u hierna doen? Met pensioen. En dat mag dan wel. Want u bent niet zo heel erg jong meer, denk ik. Ik ben 87 jaar nu. Dus wat mij betreft kan het wel. Nou moet ik wel zeggen, de mensen rondom me heen, die zijn op een paar na's allemaal zo'n 70, 80 jaar. Ja. Dus dat is ook wel een reden om ermee te stoppen, denk ik. Misschien wel, terwijl wat ons doen betreft zeggen we, laten we doorgaan. Ja. Hoe moet het nu verder met het restauratiefonds van de kerk? De stichting Vrienden van de Kerk blijft bestaan. Die blijven in een slapende situatie bestaan. Die blijven het geld gewoon beheren. En dat geld blijft ten alle tijde beschikbaar voor het kerkgebouw op Portugal. Heeft u een idee wat u nou in die 34 jaar bijeengebracht heeft? Oei, dat is even een likke stuk vraag. Dat heb ik niet exact bij de hand, maar ik schat zo'n tegen 1 miljoen aan. Dat is heel veel geld. Dat is heel veel geld. Heel veel geld. Ik zou eigenlijk aan de penningmeester zelf moeten vragen. Die zal misschien de cijfers bij de hand hebben, dat weet ik niet precies. Maar ik denk haast wel dat in die richting gaat zitten. Ja, want het onderhoud van de dorpskerk in Portugal, dat moet door de kerk zelf betaald worden. Ja. Tot zover. Tot zover. We krijgen natuurlijk wel een klein gedeelte subsidie. Ja. Ja, want het is een monumentaal gebouw, een rijksmonument. Dus daar wordt altijd een gedeelte terugbetaald op restauraties en reparaties. Even terug naar vandaag en morgen, de laatste verkoopdagen. Ja. Tot hoe laat kunnen mensen hier terecht om de spullen te kopen? Tot 4 uur. En morgen om 4 uur is werkelijk helemaal afgelopen. Ja. En dan gaat u alles opruimen? Dan gaan de restanten die gaan gewoon worden tenzij naar grof vuil gebracht, tenzij naar andere instellingen die daar nog iets voor kunnen maken of kunnen doen. Wat is er zo aan te krijgen nog? Nou, op dit moment, u kunt zien in de winkel, dan ziet u dus dat er nog volop mensen zijn. Want ik schat zo even gauw een 30 mensen. En morgen is het zelfs zo dat in het allerlaatste, dan kunnen de mensen bananendozen vullen in plaatsen voor 5 euro. En ik hoop daar nog heel veel mensen te zien. En een mooi bedrag binnen te halen. Om toch nog zo'n hoog mogelijk bedrag binnen te halen. Ja? Ik zou zeggen, doe even een oproep dat iedereen komt.
Ik hoop, mensen, dat jullie morgen in grote getalen bij ons aanwezig zullen zijn om de laatste restanten op te halen. Bedankt voor het gesprek. En, geen dank, heel graag gedaan. En ik hoop toch nog het beste ervan te maken. Als u nog wat leuks wilt hebben, kan dat nog vandaag en morgen hier op het terrein van het Delta Ziekenhuis. Helemaal tegen de dijk aan is het, als u er nog nooit geweest bent, want dan moet u wel eventjes zoeken. Maar het is zeker de moeite van een bezoekje waard.